Pieter. Wat fijn dat we toch weer in Nederland zijn. Ik kan niet wachten tot we op het kasteel zijn en lekker gaan slapen. En dit is het eerste jaar dat er bijna niks mis zal. Oh, wacht even. Wacht, hou even vast. Hou even vast. Nee, ik tril. Oh, hallo met Sinterklaas. Ja. Ja, we zijn nu op weg naar het kasteel. Hoezo? Een deel ingestort. Oh, lekker dan. Je vraagt om een dakkapel en dan krijg je dit. Ja, jij kan er ook niks aan doen natuurlijk. Nee, heel vervelend. Wij zoeken wel wat anders. Doe voorzichtig, hè. En ik hoor het van je als het allemaal weer goed is. Dag. Dag hoor. Wat is er, Sinterklaas? U klonk nogal, hoe zeg ik het netjes, bozig. Nee, niet bozig. U klonk nogal, geïrriteerd? Nee, dat ook niet. U klonk nogal... Vol woede. Ja. Nee, u klonk nogal bezorgd. Ja, bezorgd, dat ben ik ook wel een beetje, Love, Piet. Oh. Ik leg het wel uit. Pieter, wij kunnen niet naar het kasteel toe, want vanwege de verbouwing is er een deel ingestort. Wat? En nu kunnen we daar niet slapen. Sinterklaas, dat kan toch helemaal niet? Wanneer is het kasteel klaar dan? Ja, ik denk dat als ze alles hebben opgeruimd en het weer gemaakt hebben, dat we weer terug kunnen naar het kasteel. Maar tot die tijd zullen we iets anders moeten vinden. Sinterklaas, waar moeten wij dan slapen? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Misschien in een hotel. Kijk, daar is. We gaan naar dat hotel. Een hotel? Meneer, het duurt er nou nog lang? Ja, ik ben bijna klaar. Ja, even kijken. Ja, even wachten. Even kijken. Zo. Ah, hier heb ik hem. Kijk eens, hier heb ik hem. Dit is de sleutel van uw kamer. Het is de tweede etage, kamer 208. Oké, okay, nou, heel fijn. Dank u wel. Moet ik natuurlijk wel ergens noteren. Waar is dat formulier nou weer? Hallo. Ja, wij wilden graag een paar kamers reserveren. Kan dat? Ja, dat kan, maar kan u dat beter niet online doen? Dat gaat veel sneller en het is nog gemakkelijker ook. Ja, maar we zijn nogal met een grote club, snapt u? Zo, ik heb 250 kamers gereserveerd. Ja. Oh, nou, dat is ook snel. Yeah. We hebben een reservering, hoor. Dan mogen we nu de sleutels. Hier hebt u de sleutels. Alstublieft, de kamersleutels. Hij houdt ook van strooien. Pieter, het is opgelost hoor. We slapen tot 5 december in dit hotel. Pak allemaal een kamersleutel en ga op zoek naar je kamer. Sinterklaas? Sinterklaas? Nee! Wat moet ik doen? Denk je rustig een hotelletje te kunnen runnen? Komt je grootste nachtmerrie hier binnenlopen met al die vervelende pieten? Vreselijk! Wacht eens even. Ik kan er natuurlijk wel voor zorgen dat Sinterklaas heel snel mijn hotelletje gaat verlaten. Ja, daar kan ik natuurlijk wel even voor zorgen. Wacht maar eens even, Sinterklaasje. Haha, zo, we zijn er klaar voor. Dag, Sinterklaasje, dag. Hoor je dat, Pablo? Die hotelhoognaar is gewoon meneer Van Driel. Ja, hij wil ervoor zorgen dat Sinterklaas het hotel uitgaat. Maar dat kan helemaal niet, Love Piet, want we slapen hier. We moeten dit meteen aan Sinterklaas vertellen. Ja, kom mee. Ja, Sinterklaas, ja. Ah, Porte Piet Pablo en Love Piet. Ik was nog even op weg voor een lekker bakje thee. Sinterklaas, het schijnt hè dat meneer Van Driel de eigenaar is hier van dit hotel. Ja, en ik weet niet hoe Sinterklaas, maar hij gaat er echt alles aan doen om u uit het hotel te krijgen. Ja, hij wil ons gewoon waarschijnlijk wegpesten. Ja. Pieter. Volgens mij vergissen jullie hoor, Pieter. Ja, die meneer Van Driel is lang niet zo slim om dit hele hotel te runnen. En daarbij, ik ben veel te moe voor dit soort dingen. Ik ga nog even een bakje thee halen en dan ga ik lekker mijn bed in. Volgens mij gelooft u ons helemaal niet.
We moeten ons bewijzen. Bewijzen? Ja, we moeten bewijzen dat dit hotel wel van meneer Van Driel is. Goed idee, Lof. Kom! Pablo, gaat het? Ja, ik denk het. Hoe komt het skateboard nou hier, Love Piet? Van Driel. Het kan niet anders, hè? Hij moet daar achter zitten. Maar wacht eens, we krijgen hem wel. Hoe dan? Zo, dat zal ze leren. Ja, dat is toch maar het begin, Pablootje. Ik ga een lekkere borrel nemen. Dat heb ik wel verdiend. Zo, dit heb ik wel verdiend. Zo, nou ik ga ervoor zorgen dat die Sinterklaas en die vreselijke Pieten helemaal gek worden hier in mijn hotel. Ze zullen zo snel mogelijk mijn hotel uit willen, dat weet ik wel zeker. Proost. Zo. Wat is dit nou allemaal weer? Ik ben uit mijn broek gescheurd. Ralf Piet, wat is meneer Van Driel toch allemaal aan het doen? Het lijkt wel alsof hij een alarm in elkaar aan het zetten is of zoiets. Maar... Dat is het! Wat is het? Wacht, ik heb een idee. Kom mee, kom mee. Wat, Pablo? Dag Sinterklaasje, dag, 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 er is brand. U moet nu het hotel uit. Dat is oh, Pablo, een loftje. Daar achteraan, hij vlucht. Pablo, nu! Pieter! Pieter! We moeten het hotel uit, er is brand! Sinterklaas, we hebben een brand zojuist geblust. Kom maar! Oh, wat goed voor jullie, Pieter. Ja. Nou, Pieter, geen paniek. We kunnen weer gaan slapen. Het probleem is opgelost. Ja. Hè? Allemaal weer veilig. De brand is geblust. Kom, ja. Ja, echt wel. Pablo, wat moeten we nou? Die streken van meneer Van Driel lopen echt volledig uit de hand. Ja, ik hoop dat we snel weer het kasteel in kunnen, hè? Ja, want... ja. Hallo jongelui. Nou, hebben jullie nog een beetje kunnen slapen? Ja, zeker weten, Sinterklaas. Maar Sinterklaas, wist u, er was helemaal geen brand vannacht. Geen brand vannacht? Nee. Ik heb toch het brandalarm gehoord. Het brandalarm is ook afgegaan, maar meneer Van Driel liet het afgaan zodat u het hotel zou gaan ontvluchten. Ja, ik moet bekennen, ik weet niet altijd precies wat jullie humor is, maar ik moet er altijd wel om lachen hoor, Pieter. Ja, maar het is echt waar, Sinterklaas. Ja. Kijk eens, Sinterklaas, een lekker kopje koffie. Alsjeblieft. Oh, lekker. Sinterklaas, ziet u het dan niet? Wat moet ik zien? Die man werkt zich een pepernoot in de rondte. Hij ziet er zo moe uit, ziet hij?
Nou, dat valt wel mee hoor. Nou, het is wat jij het zegt, Pablo, maar ik zie het ook. Goh, weet je, vanieltje, kom eventjes lekker zitten hier. Even een beetje op een loempetje op het stoeltje zitten. Kom maar, lekker zitten. Dat gaat helemaal niet goed, nee. Ja, nu jullie het zo zeggen, zie ik het ook. Gaat het wel goed met je kerel? Ja hoor, Sinterklaas. Het gaat prima met mij. Ja, dat zeggen alle mensen die zich niet zo goed voelen. Maar eigenlijk moeten we iets hebben waardoor ze zich nog fitter voelt. Nog zo fit als een fitte man. Ja. Oh, wacht. Hij mag mijn kopje koffie wel hebben, hè? Ja, daar word je lekker wakker van. Nou, Sinterklaas, dat vind ik nou zo ontzettend aardig van u. Zie je wel, krijg je zomaar een bakje koffie van Sinterklaas. Nou, wat heerlijk. En dat schijnt, hè, als je deze in één keer zo opdrinkt, roep, dan voel je je nog fitter. Ja, echt waar. Pablo, ja. Dat is een goeie. Die heb ik gelezen. Dat is echt zo, hoor. Klok, 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 klok. Hup, in één keer. Geniet ervan. Wat heeft hij nou weer? Nou, volgens mij voelt hij zich extra fit. Nou, waar blijft Pablo nou weer? We zouden samen gaan ontbijten. Nou, Lofpiet, je kent hem toch? Die is zich vast weer eens verslapen of hij ligt lekker lang uit in bad. Dat heeft weer lekker gesmaakt. Ah, Lofpiet, maak je nou maar geen zorgen. Hè? Ik weet zeker dat Pablo gewoon lekker op zijn kamer aan het wachten is. Hè? Ja, ja. Zal ik de kamer van Sinterklaas eens eventjes prepareren, hoor. Ja. Deze gaan we even hier aansluiten. Aansluiten. Televisie. Als je niet goed natuurlijk van het liedje. Kom. Zo. Stoeltjes. Ja, sluit zo. Zo. Ah, zo. Ah, Sinterklaas. Oh, ik heb net uw kamer helemaal schoongemaakt. Juist. Nou ja, hartelijk dank. Ik ga even kijken. Ja. Dag, meneer Van Riel. Dag, Pablo. Oh. Wat was dat voor geluid? Wie is er in mijn kamer ingekomen? Ik denk dat dat de schoonmaakster moet zijn geweest. Oh, nou, dan denk ik dat jij heel hard moet gaan rennen. Jongen, wat is hier nou weer allemaal aan de hand? Nou, ik denk dat de schoonmaakster iets niet helemaal goed heeft gedaan. Oh, die rot Sinterklaas. Ik word er niet goed van. Ik moet een manier vinden om hem hier weg te krijgen. Wat ben je van plan? Wacht nou maar af. Hier, hou vast. Let op. Met Van der Driel Hotel? Ja, hallo? Ja? U spreekt met Bakkerij Tooske? Ja, Tooske hier. Ik bel even om te zeggen dat de bestelling van de 100.000 roomsushis in de keuken klaar staat. Of u eventjes komt controleren. 100.000 roomsushis? Maar die heb ik helemaal niet besteld. Kom mee. Ja, hallo? Ja, zeg, gewoon opgehangen. 100.000 roomsoesjes. Zijn ze nou helemaal besodemieterd geworden? Wat ben je nou van plan?
Let maar op, Pablo. Ja! We moeten ervoor zorgen, Lofpiet, dat meneer Van Driel stopt met al zijn grappen. Stel je voor, hè, dat één van zijn grappen aankomt bij Sinterklaas. Ik moet er niet aan denken. Dat zou echt een ramp zijn. Ja, ik heb een idee. Pak die platen eens en dat verf daar zo. Wat ga je daarmee doen dan? Ja, dat zie je vanzelf wel. Weg! Weg, 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 weg! Weg uit mijn hotel! Die Sinterklaas die moet gewoon weg uit mijn hotel. Maar hoe krijg ik dat toch voor elkaar? Wacht eens even. Ik denk dat ik iets met pakjes gaan doen. Ja, ik denk dat een goed idee is. Met pakjes. Zo, klaar. Ik snap het geloof ik niet helemaal, Pablo. Waarom heb je al die platen met die pakjes en die pijlen erop gemaakt? Er liggen hier toch helemaal geen pakjes? Ik ga het je zo meteen allemaal uitleggen, Lofpiet. Eerst moet je me heel even helpen. Hè. Zorg ervoor dat al deze platen hier in het hotel komen te hangen. Ik doe de andere helft en dan zien we elkaar zo meteen op de gang. Oké. Ik snap alleen niet helemaal wat je ermee wil bereiken. Oh, wacht! Verstoppen! Ah, wacht even. Nou, Sinterklaas maakt het me wel heel erg makkelijk. Pakjes die kant op. Nou. Oh, ik denk dat ik het erin snap. Wat sliep. Ja, goed hè. Dan gaan we nu beginnen aan deel 2 van mijn plan. We gaan alle pieten verzamelen. Kom. Oh, heeft u het een beetje heet, meneer Van Drielietje? Ja, hoezo? Maar daar kunnen we wel iets aan doen hoor. Pieten, nu! Zo, kerel. Lekker wezen zwemmen. Die hadden we goed te pakken, hè? En dat is allemaal door jouw fantastische idee. Ja, dankjewel. Hé, maar ik vind het wel een beetje zielig hoor, voor meneer Van Driel. Zielig? Ja, dus ik heb alvast een klein cadeautje besteld voor hem. Een cadeautje voor meneer Van Driel. Ik weet alleen niet of hij er wel heel erg blij mee gaat zijn. Oh, ja. Ik heb een pakketje voor u. Voor mij? Maar van wie is het? Ja, geen idee. Daarvoor moet hij niet bij mij zijn. Oh. Nou, dankjewel, hè. Fijne dag. Wie zou dat nou toch zijn? Och, kijk nou. Van een stille aanbidder. Wat lief. Voor mij alleen, voor de stille aanbidder. Dan gaan we gauw kijken, hè. Wat is dit? Dit is jeukpoeder. Oh, Pablo en Lofpiet. Wat kan ik nou nog doen om ervoor te zorgen dat die stomme Sinterklaas en die vervelende Pieten mijn hotel gaan verlaten. Wat zou ik nou toch kunnen doen? Nee, Van Drielietje, dat gaat een beetje te ver, hè? Wel, wacht eens even. Ik doe het gewoon! Ha! Ik ga het gewoon doen. Zo. Oh ja, ik heb alle ingrediënten. Het wordt gewoon een Sinterkip. Wacht eens even, ik moet er even deze. Ja, deze moet ik erin gooien. Oh,
Oh, mooi kleurtje. En dan moet ik even kijken. Ah, die moet er ook bij, dat is deze, hè? Ik kan een beetje erbij doen. Even kijken. En nou, ja, het laatste, dat is de blauwe, ja, dat is de. Dat is deze. Sinterklaasje. Nou, Sinterklaasje, kijk eens. Dat is lekker. Kom maar, daar gaan we dan. Sinterklaas. Wat heeft hij nou weer bij zich? Geen idee. Liep hij nou naar de kamer van Sinterklaas? Wat gaat hij doen dan? Wacht. Wacht hier, ik heb een idee. Lopiet? Roomservice? Roomservice? Ja? Waarom? Waarvoor dan? Dit is een rondje van de zaak! Oh! Ja? Nou, kom maar even, nou wel. Wat attent, roomservice. Ja. Dat is omdat u natuurlijk altijd heel erg lief bent voor de kinderen, hè? Dat is een cadeautje, zeg maar, een rondje van de zaak gewoon. Oh, nou lekker. Ja. En wat is het precies? Ja, stel al niet voor die moeilijke vraag. Het is echt, drinkt u nou maar, het is heerlijk, het is limonade. Oh. Nou, vooruit, omdat u zo aandringt. Ja. Huh? Oh, heerlijk, ja, heerlijke limonade. Ik ga het even verder opdrinken in de kamer, ja. Hoe kan dit nou? Zeg, mevrouw Van Driel, heeft u toevallig zin in een lekker glaasje limonade? Limonade lust ik altijd wel, hè? Ja, precies. Lekker. Ah, dit is wel lekker limonade. Dit is wel lekker. Oh, jij ook eens, Lopiet? Ja, ik denk dat ik een heel bang kippertje hoor. Nee, het ei is een soort van. Het is een TikTokje. Maar Pablo, ja. Volgens mij mag je helemaal geen huisdier hier in het hotel houden. Nee, ik denk dat de hotel-eigenaar hier iets aan moet gaan doen. Mevrouw, daar bent u. Ja, heel fijn. Ik wil toch even wat zeggen, hoor. Het lijkt hier wel een beestenbende, een kinderboerderij. Ik hoor overal kippen lopen. Heeft u ze gehoord? Nou, ik denk, ik zeg het even. Doet u mee wat u wil. Maar ik denk, dat is wel netjes. Even een opmerking. Nou, dag, hoor. Ben je er klaar voor, Lopiet? Reken maar. Tijd om die meneer Van Driel een groot lesje te leren. Oh, die rot Sinterklaas. Ik heb nou werkelijk alles geprobeerd om hem het hotel uit te krijgen. Maar niets helpt. Wacht maar. Dan ga ik over tot mijn laatste idee. Ja. Kijk. Dan gaan we dit hanteren. Ja, Sinterklaasje. Een bom. Die man is echt knettergek geworden. Ja. We moeten iets doen. Wacht, ik heb een idee. Oké. Okay. Ja, kom, nu. Ja. Oké, zo. Lopiet, hier gaan we stroop opzetten. Oh. Ja.
van Driel. Meneer Van Driel, bent u een beetje moe? Ach, komt u maar even zitten om uit te rusten, hè? Heer Van Driel, vang er! Oh! Ah, nee! Oh. Zeg, Pieter, wat is hier aan de hand? En Van Driel, je bent er dus toch? Ja, Sinterklaas, dat zijn jullie al die tijd toch al? Ja, dat klopt. Ik wilde niet naar jullie luisteren, maar jullie hebben inderdaad gelijk gehad. Ja, sorry. Oh, Sinterklaas, het geeft helemaal niks. Het is alweer goed, toch? Ja, ja, ja. Ja, Van Driel, wat ben jij nou weer van plan, hè? Nou ja, ik wilde er gewoon voor zorgen dat u mijn hotel verliet. Maar ja, niks werkte. Oh, is dat zo? Oh, 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 wacht even. Telefoon, trilstand. Ja. Hallo, met Sinterklaas. Ja? Dat is fantastisch. Ja, dag hoor. Sinterklaas, wat is er? Pieter, ik heb goed nieuws. Oh? Ja, het kasteel is helemaal verbouwd en weer terug in oude staat gebracht. We kunnen weer naar huis toe. Yes! Dus ga gauw je koffers pakken, dan gaan we terug naar het kasteel. Koffers, ja. Dag hoor. En ik dan?